ambassadeur van de Meerlingen, Ruud Weidenbos, heeft vandaag een bezoek gebracht aan de eerste drieling van het Landshospitaal. Weidenbos is voorzitter van de Vrouwenpolitiek Alliantie Suriname, VEPAS. Volgens haar wordt de alliantie door de ziekenhuizen gemeld wanneer er bijvoorbeeld een drieling wordt geboren. Komen we om de ouders te feliciteren ten eerste. En ook te zeggen van dit is een zegen van God. Het is niet jullie eerste, toch? Niet eerste kind, maar eerste drieling. Ja. Is een zegen van God. En met ons bezoek willen we ook benadrukken dat u als ouders een grote verantwoordelijkheid op u heeft. God heeft rechtstreeks uit de hemel drie engeltjes voor u gestuurd. Die u moet bewaken, opvoeden en echt met liefde, liefde, liefde. Toch, als jullie ruzie zouden maken, horen die kinderen het. Al kunnen ze niets terugzeggen, maar ze horen het. Is er spanning in het gezin, dan merken die kinderen het ook. Ja toch? Wat het financieel deel aangaat, weten jullie dat sociale zaken nu wel voorzieningen heeft. Het blijkt wel dat er een achterstand is. Een grote achterstand. Ik heb dus ook contact gehad met de laatste drieling. Die geboren is in RK, een ziekenhuis. Die drieling is 4 maanden oud en er is nog geen uitkering naar de drieling gekomen. Wel zijn de stukken al doorgestuurd en zo. En achteraf een kind opvoeden is, lukt niet. Hè? Dus ook bij u zal het zijn dat u even gaat moeten wachten. Maar in elk geval, de voorzieningen zijn dus nu wel in place. We kijken naar de kleintjes. Bent u gelukkig? Bent u blij? Bent u blij om een drieling? Zeker, ik ben blij. Ja? Ja hoor. U ook? Jawel. Nou, en misschien breed ik vaarlijk hier, ik hoop dat ik wat tien zo en senang. Maar breed ik vaarlijk omdat misschien mannen gaan padden. Toch? Want ons sabi dat we kon zo lezen, we zien mama wang of pa, ik kon wel lezen, dat en ik kom horen. Dus mijn breed ik, una jongsma, bigi verantwoordelijkheid voor jongsma, maar dan ga je pie voor gado, toch? Dan ga je trasma, we meken. Ruud Weidenbos, voorzitter van de VEPAS, zij overhandigde een gesloten enveloppe aan de ouders en gaf hen mee dat ze te alle tijden een beroep op haar en de stichting mogen doen. Voor de drie jongetjes had de stichting ook een cadeautje en een bloemetje. Op de ouders is het beroep gedaan de baby's veel liefde en zorg te geven. Het gaat om de jongetjes Marcelo, Isco en Modric. De trotse ouders zijn Mikosabi en Naomi Pobosi.